We zijn onderweg naar Ahoy. In het waggietje. Met de vloggie. Het zijn wel enge mensen hier. Het zijn sowieso wel enge mensen hier. Zoveel lach. Maar waarom zijn we onderweg naar Ahoy, Janine? Vertel dat eens even aan de kijkers. Nou, wij gaan dus werken in Ahoy. Dat is voor het eerst in ons leven gaan we werken. We staan trouwens al 3 uur te wachten voor een stoplicht. Werken voor ons geld, hè? Ja, we hebben dus nog nooit gewerkt. Nee. En we gaan vandaag voor het eerst werken op Ahoy in een tentje. Daar zijn we gewoon. Hallo. Ik wil niet op de auto. Nee, hoeft ook niet hoor, meneer. We hebben een parkeer. Goedemiddag, tot gaat u gang. Waar mogen we heen? Rechts aanhouden, mag u links parkeren, P3. Of rechts, hier? P1, hier. Oh. Rechts. Ik ben echt slecht. Ja, het is moeilijk hoor. Ja. Jongens, vloggen is heel moeilijk. Ja, het wordt onderschat. Oh, dit is tegen het verkeer. Nee. Nou, daar staan we dan in de Sheng Sport stand. Met onze tennis direct op de borst en op... Nu. Oh ja. Nou, dat dus. En de wedstrijd is nu even bezig, dus we hebben nu echt helemaal niks te doen. Maar ja, we zijn de top 10. Ik zorg dat de mensen wat kopen en zij zorgen dat ze betalen. Ja. Nou, dus allebei niet te missen. Het is nu ondertussen 10:50. En we zijn dood op. Ja, Berdie heeft vanavond gewonnen. Ik. Daar komen deze geluksvogels aan. Haar moet wel goed zitten. Ik heb natuurlijk twee tickets voor ze kunnen regelen via Technifiber. Thanks to Steven van der Eijden. Ik hoop dat je wel tot zover in mijn vlog bent gekomen. En niet bij 3 minuten bent afgehaakt. En ja, dus we wachten even tot de wedstrijd klaar is. En dan mogen we naar huis. En dan moet ik donderdag weer werken. Say goodbye. Goodbye. Ciao. Doei. We zijn nu live in de vlog, in de stand van Billy Badu met onze held Matwee Middelko, de ambassadeur van Billy Badu. Heel goed. Hij staat morgen finale, dus iedereen moet komen kijken natuurlijk, om hem aan te moedigen. En vertel jij eens even iets over Billy Badu. Billy Badu is een mooi merk, lifestyle, sport, alles gecombineerd, kleurtjes. Kom morgen kijken bij ons en dan zie je wat voor mooie outfit we aan hebben. Zullen we even een rondje door de winkel doen? Voor de dames, leuke kleurtjes. Mooi roze is niet lelijk. Voor de heren. Ja, hoe noem je dit een beetje? Wat sta jij nou te doen daar? Hij wil er gewoon weer bij hoor. Hij wil gewoon weer op de camera. Black and yellow, black and yellow. And of course, Christian. The man from Billy Badu. Hey there. Where does Billy Badu stand for? Actually, it stands for Hocus Pocus, and it's Afrikaans. Yeah, so we are from Germany actually, but the name is coming from Kenya. So everyone, buy Billy Badu. Yes. And go for the lifestyle. Absolutely. Life is Billy Badu. See you tomorrow at ABM. Do your dance, come on, black and yellow.